voelt eigenlijk een beetje als een begrafenis. Het is vooral voor mijn moeder en mij is het eigenlijk altijd ons kindje geweest, omdat we zelf natuurlijk ook al heel lang bowlen. En ja, vandaag is het kindje helaas overleden en ja, daar houdt het mee op. In het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente moet het bowlingcentrum plaatsmaken voor een park dat ontstaat door uitbreiding van het riviertje de Aa. Ergens anders opnieuw beginnen is voor de huidige eigenaars financieel niet haalbaar. In een bowlingcentrum denk je al gauw aan 1 miljoen euro om te investeren. Nou, dat geld is er gewoon simpelweg niet. Dus ja, dan houdt het daar ook mee op. En dat geldt ook voor de vereniging. Veel van de 140 leden stoppen er definitief mee. Het was een heel gezellige vereniging. Mensen kenden elkaar heel goed. Ik denk dat het gemis is dat heel zo'n vereniging stopt hier en zegt. We hadden wel verwacht dat... ja, omdat we hier toch weg moeten van de gemeente, dat ja, misschien toch een optie hadden aan mogen bieden dat we ergens anders voort hadden kunnen zetten. Maar ja, dat is helaas niet gekomen, omdat wij toch commercieel ondernemers zijn. En ja, noemen ze toch ondernemersrisico.